Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer je alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel moois maken voor de herfst. Maar ook wat je daarna weer kan gebruiken voor de kerst. Dus dat is echt superleuk. Kan je gewoon extra lang mee doen. En ik ga vandaag laten zien hoe we dat gaan doen. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Ik zie dat heel veel van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dus druk eventjes op die abonneerknop. Dan help je mij groeien en zorg jij ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Een kleine moeite en een win-win situatie. Dus dat zou ik heel leuk vinden. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Op is op, dus wees er snel bij. Zo gaat dat. Dus ja, wil je hem niet missen, wees er dan gewoon heel snel bij. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Volg me nog niet op Facebook of Instagram, dan zou je dat ook kunnen doen. Dan mis je ook niets van mijn video's en dat soort dingen, want ik deel het daar ook op. Dus dat zou ik heel leuk vinden. En als je iets hebt gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je dat ook delen op Facebook en Instagram. Mij taggen, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Daarnaast hebben jullie nog een winnaar van mij te goed. Dus heb je meegedaan aan de vorige winactie, blijf dan vooral kijken. Want aan het eind van deze video maak ik deze winnaar bekend. En dan gaan we nu echt gauw aan de slag. Zoals jullie misschien wel kunnen zien, is het al wat donker buiten. Maar goed, ik moet de video's toch opnemen. Dus dan maar met iets donkerder licht. Maar ik heb er iets op bedacht, want vandaag gaan we iets leuks doen met lampjes. Om het natuurlijk gewoon in donkere dagen ook net wat gezelliger te maken. En dat gaan we dus vandaag ook doen. Ik heb een lichtslinger en daar zit, ja, ik noem het een beetje een poesie. Maar in ieder geval een zachte slinger eromheen. Je kan deze heel goed ertussen verwerken. Omdat we met allemaal materialen ertussen gaan werken en erop gaan werken, zul je dat straks niet zo heftig meer zien. Maar vind je het toch te heftig, dan kan je ook de slinger eraf halen. Ik hou wat van met wat meer natuurlijk, dus ik haal de slinger eraf. Die zit er omheen gedraaid en aan het eind zit hij vast met een zijripje. Dus dat kan je heel makkelijk losknippen. Kijk, als je dan de afhaalt, heb je gewoon een mooie lichtslinger. Hij werkt op batterijtjes. En deze gaan we ertussen verwerken. Je kan het pakket bestellen dus zonder en met lampjes. Wat je zelf het mooist vindt. Maar ik vind lampjes altijd wel gezellig. Maar je kan hem ook prima zonder lampjes bestellen. Het ligt er natuurlijk ook aan waar je hem neer wilt zetten. En deze doen we er gewoon een beetje tussen omheen. Alsof je een kerstboom optuigt. Superleuke ondergrond dit. Maakt het gelijk ook alweer gezellig in huis natuurlijk. Lampjes, ik hou ervan in die donkere dagen. En wat we eigenlijk nu gaan doen is hem gewoon heel mooi versieren met allerlei herfstmateriaaltjes die heel goed indrogen. Straks ga je natuurlijk een paar kerstballetjes tussen doen, maar vandaag werken we met mooie herfstmaterialen. Ik heb mooie strobloemetjes, mooie vruchtjes, appeltjes, paddenstoeltjes, droogbloemen, heide die ik ga gebruiken. Dus die verwerkt ze mooi tussen. Ik gebruik daarvoor warmlijm en ik begin met een basis van mos. Deze verdeel ik er gewoon omheen en zet ik ook vast met lijm. Pas op als je lijmt dat je niet op de lampjes lijmt, maar dat je daar echt tussen lijmt. Daarnaast is het ook mooi als je de lampjes blijft zien, maar ik vind het mooi om er zo tussen te verwerken, omdat je anders echt de slinger er helemaal omheen hebt. En nu zijn de lampjes meer een geheel met jouw stuk. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik die als eerst doe. Maar let dus een beetje op waar jouw lampjes zitten en dat je ze ook goed blijft zien. Het wordt op deze manier een mooi natuurlijk boompje. Ik heb trouwens ook weer hele leuke witte plataanbolletjes. Die zijn dus ook mooi omdat de ondergrond wat witter is. En dit is daarom ook heel erg leuk. Kijk, nu maken we hem in de warmere tinten op. Maar straks richting de winter kan je hem in de winterse tinten opmaken. Dus dat is een heel leuke ondergrond daarvoor. Als je de mos hebt verwerkt, gaan we verder met de strobloemetjes. Heel mooi product vind ik dit. Prachtig.
Laatst vertelde ik eens dat deze bij een kweker wegkwamen waarvan die mensen bij mij in de winkel waren geweest. Wat ik echt super tof vond. Nou, nu heb ik deze bij hen besteld. Dus vers van de kweker. Heel leuk. Vaak denken mensen bij kwekers en zo dat op een gegeven moment natuurlijk als ze een bepaald product alleen als zomerproduct verkopen, dat dan het werk ophoudt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat werk gaat ook gewoon het hele jaar door. Dan heb ik mooie vruchten. En ik kijk eventjes waar die mooi in mijn stuk tot zijn recht komen. Omdat deze natuurlijk wat, best wel wat groter zijn. Dus zoek daarvoor een mooi plekje en ik zet dit ook gewoon vast. Gaan we verder met de appeltjes. Het regent trouwens een keer buiten heel hard. Ja, het heeft ook wel wat gezelligs. En vooral als je dan zo de lampjes aan hebt. Maar misschien dat jullie dat op de achtergrond kunnen horen. Met de appeltjes en dat soort dingen zorg ik ervoor dat mijn lijm niet te warm is. Maar het moet wel warm genoeg zijn dat het goed blijft plakken. Dus dat is heel belangrijk. En ik verdeel de appeltjes er ook mooi rondomheen. Hij vult zich al mooi. Dan heb ik mooie plataanbolletjes. En omdat de ondergrond wit is, vind ik het mooi om deze ertussen te verwerken. Ook deze zet ik vast met een drupje lijm. En ik geef dus alles goed een plekje in het stuk en kijk waar die mooi tot zijn recht komt. Kijk, ze doen het echt heel leuk hierin. Het is echt een heel mooi product waar ik heel graag mee werk. Een heel sierlijk en luxe product. Dan heb ik mooie Crasperia bolletjes die gedroogd zijn. Ook deze verdeel ik er mooi rondomheen. Wat heide toevoegen. Heide droogt helemaal in, dus dat is heel erg leuk. En ik zet het ook gewoon vast met een stukje lijm. En verwerk ik ertussen. Want ik vind de kleur van het roze heel erg mooi. Maakt het ook wat warmer. En de kleurencombinatie van het oranje en het roze vind ik heel leuk. Zorg ervoor dat je de lampjes goed blijft zien. Dan heb ik deze superleuke paddenstoeltjes. En eigenlijk kan je die er gewoon met steeltje en al tussen doen. En anders kan je hem ook vast lijmen. Hoe die het mooi is dat ze recht komt. Ja, ik denk dat lijmen toch iets mooier is. Als jullie me een beetje kennen, dan weten jullie dat ik hou van spanning en diepte in het stuk. Het bloemstuk is nu al heel leuk en door de warmte van de lampjes geeft ook heel veel sfeer. Maar het is nog mooier als er net even wat meer diepte in komt. En dat gaan we aanbrengen met deze mooie slinger met vruchtjes. En die laat ik echt meelopen in het stuk en dit maakt hem helemaal af en helemaal apart. En je kan hem er eigenlijk gewoon tussen klemmen, maar mocht het nodig zijn, een klein drupje lijm of een stukje touw kan je het mee vastzetten. En kijk even waar die mooi uitkomt. Als je de slinger eromheen hebt gedaan en op die manier hebt afgemaakt, kan je nog eventjes kijken of je nog ergens plekjes hebt
waar hij niet helemaal mooi gevuld is. En dan kan je hem vullen met de materialen die je over hebt. Ik zorg altijd dat er ruim voldoende materiaal in je pakket zit. Zodat je hem helemaal af kan maken. En dan hebben we een super leuk bloemstuk vol met sfeer van de lampjes. De leuke herfstmaterialen doen het heel erg goed in dit stuk. En je maakt hem gewoon heel erg apart door de materialen waarmee je werkt. En door naar de vorm te kijken waar het mooi tussen recht komt. Daarnaast kan je de ondergrond elke keer weer gebruiken en aan elk seizoen aanpassen. En ik weet dat jullie daar heel gek op zijn. En ik ook, want dan kun je het elke keer weer gebruiken. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je het onderkopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op. En wil je nou kans maken op een cadeaubon te waarde van 15 euro? Verzin dan even een leuke naam voor dit mooie bloemstuk. En de leukste winnaar wint een cadeaubon te waarde van 15 euro. Superleuk natuurlijk. En jullie hebben een winnaar van mij te goed en die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij hebt ook een cadeaubon gewonnen te waarde van 15 euro. En mag ons een mailtje sturen met je gegevens. En dan zorgen we dat je die kan gebruiken. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op de kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je nou iets speciaals zien? Het mag ook al richting kerst zijn. Laat even hieronder weten in een reactie. En wie weet ga ik er dan mee aan de slag. En dan zie jullie mij de volgende keer weer.